Het Koning Willem-Alexander College. Probeer je nou mijn kluisje in te breken? Wat zeg je? Het gaat toch niet weer zo'n dag worden waarvan je hoopt dat hij nooit begonnen was? Je doet wel heel koets tegen iemand die je laatst gezond heeft. Doei. Julian is een eikel. Terwijl ik echt heel erg leuk vind. Serieus? Je gelooft die stuk toch niet echt, hè? Julian is een leugenaar. Heb je dat nou nog niet door? Door te bewijzen dat het een engert is? Mag ik eventjes jullie aandacht? Dus je bent hoogbegaafd? En het lijkt me een goede taak voor Steve vandaag. Nou, misschien dat Lara daar iets aan kan veranderen. En dat het dan toch nog jouw dag wordt. En misschien helpt het ook wel om het gedoe tussen Soraya en Julian te vergeten. Echt heel ingewikkeld. Ik kan niet eens uitleggen, zo moeilijk is het. De wifi valt hier wel vaak uit, dus het is wel vervelend. Ik was echt bang dat mensen me gingen uitlachen. En eigenlijk is het kwak nog niet eens zoveel anders dan mijn school. En dat komt ook door jou. Dank je wel. Even kijken. Ik moet even weg, oké? Ik kom zo terug. Maar mag ik alsjeblieft blijven met je meegaan? Ben je zo terug? Ze zijn allemaal zo groot. Hoi. Weer ophalen, oké? Hoi. Hoi. Wat wilde je vertellen? Steve, je moet er niet intrappen. Hij vindt je niet leuk. Ging je nou weer? Wie denk je wel dat je bent dat je hiermee loopt te bemoeien? Dus rot op! Aangezien ik het beste met Steve voor heb. Julian is je aan brainwashen, Steve. Nee, omdat je lesbisch bent. Je ligt alleen maar en niemand wil je. Jij ligt die hele boel hierbij, joh! Nee, want ik ben helemaal niet lesbisch, dat is... Heb jij allemaal alles! En toen was Lara ook nog opeens. Lara's moeder was hier en die heeft een totaal oversture Lara mee naar huis genomen. Lara die kwam hier zojuist helemaal over de toeren, omdat ze getuige is geweest van een ruzie tussen jullie drieën. Het is niet alsof ik de hand van Julian tussen de spaken van mijn wiel heb gedaan. En toen kwam Soraya erbij. Elkaar verraden doen ze bijna nooit. Hij heeft een video van jou doorgestuurd. Mevrouw, ze praten onzin. Ik ben echt diep teleurgesteld in jullie allemaal. Bedankt, hè? Nee, jij bedankt. Als jij er niet was geweest, had ik misschien weer met Julian gezoet. Oh, wat vies. Bro, als ze echt zo over de zeik was geweest, dan hadden we al lang straf gekregen. Ik weet nu gewoon dat Julian de eikel is die Soraya zei dat hij is. Seven magpies, that will be a story never told. One for sorrow, two for joy, five, six for silver or gold.